Wat als we kankercellen tijdens de operatie fluoriserend kunnen maken, zodat chirurgen precies weten wat ze wel weg moeten opereren en wat ze moeten laten zitten? Daar wil ik achter komen met mijn onderzoek. Ik werk voor het Prinses Maxima Centrum en ik doe daar onderzoek bij de kinderchirurgie. En we kijken of we deze nieuwe techniek kunnen toepassen bij neuroblastomen. Dat is een hele kwaadaardige tumor die bij kinderen voor kan komen. En die groeit vaak rondom allemaal belangrijke bloedvaten, waardoor de operatie heel lastig is. En wij denken dat als we deze tumorcellen fluoriserend kunnen maken, dus door met een lamp op de cellen te schijnen, dat ze een lichtsignaal geven, dat het veel makkelijker moet worden om het juiste weefsel weg te opereren en al het gezonde weefsel te laten zitten. Allereerst wil je weten, wat zit er nou op die kankercellen, wat er niet op gewone cellen zit. Dus welke stofjes, eiwitten noemen we dat, zitten er aan de buitenkant. En welke fluoriserende stoffen kan je daaraan plakken. Nou, dat wil je eerst testen in het lab. Onder de microscoop kijk je dan of de stoffen die jij denkt dat werkt ook op je cellen blijven plakken. Als dat werkt, kan je niet meteen kinderen met kanker gaan behandelen, maar moet je eerst dat testen bij muizen in proefdiermodellen. Daar kijk je of diezelfde stofjes ook aan kankercellen plakken in een levend systeem. En als dat werkt, dan kan je naar patiënten toe gaan. En dan test je in een onderzoeksverband of het werkt. Tijdens mijn studie geneeskunde vond ik de oncologie het interessantst. Wat gaat er nou fout in die celdelingprocessen waardoor uiteindelijk kanker ontstaat? Maar het werken als chirurg leek me het allertofst. Je bent heel praktisch bezig, je bent veel met je handen aan het werk, je moet snel kunnen nadenken, heel oplossingsgericht. Dus die combinatie van het doen van onderzoek naar kanker, maar met het doel om voor de chirurgie te werken, dat vond ik eigenlijk het tofst. Ja, ik vind het heel erg gaaf dat je tijdens je werk je eigen ideeën kan bedenken en je onderzoek doen. Bij je studie geneeskunde ben je er heel erg mee bezig dat je zoveel mogelijk kennis leert die je uiteindelijk kan toepassen op je patiënten. Maar het is allemaal al bestaande kennis eigenlijk. En het doen van onderzoek, dat is net het tegenovergestelde. Ik vind het heel erg gaaf dat je dus heel veel kennis hebt vanuit je geneeskundeachtergrond, maar wel op zoek gaat naar nieuwe dingen. En dat je dus in dit geval eigenlijk basale biologie gebruikt om toe te passen in de operatiekamer. Ik kom zeker ook nog wel eens buiten het ziekenhuis. Ja, ik woon met 3 vriendinnen in het mooiste huis van Amsterdam. Ik vind het leuk om te gaan sporten, om te gaan varen, om roze koeken te eten, om Ajax te kijken, Jeu de Boule. En ook vooral om heel hard mee te zingen met Marco Borsato en Ronnie Flex. Dus ik doe ook nog wel andere dingen naast mijn onderzoek.